Het is vandaag zaterdag. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De peri staan los. Chino en Boris. Vroontje en Blondie die staan samen in de stadmolen. Ik ga even bij hen opletten, want ik weet niet precies hoe ze tegen elkaar doen. Ik weet wel dat ze elkaar best aardig vinden. Vanmiddag heb ik les van Roos Dyson. Die komt hierheen. Maar nu ga ik eerst de paarden gewoon eruit halen. En dan 's middags halen ze eruit. En 's avonds ga ik dan rijden. Zaterdagochtend, en dat betekent Alice op het strand. Het is goed voor ons, we gaan eigenlijk onze voetjes eventjes verzorgen. Het is goed voor de bloedsomloop. Zo, maar Alice die weet nooit wat ze moet, want dan is er geen bal. En waar is hier? Nu weet ze het al. Zo, Alice is klaar met zwemmen en wij gaan nu Tess ophalen. Ik ben gisteren vergeten om af te sluiten. Ik zit samen met moeders in de auto. Ik wou nog even vertellen dat ik naar huis toe ging en dat ik huiswerk ging maken en ging koken. En nu ga ik... Nou, en gisteren heb je natuurlijk ook helemaal les gehad van Roos Dyson. Ja. Een lange les, veel geleerd denk ik ook. Ja. En dan krijgen jullie daar een apart voedingavond. Het is vandaag zaterdag. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Nee, het is vandaag zondag. Het is vandaag zondag. Oh ja, we hebben gisteren natuurlijk ook al gefilmd. Oh, haha. Ik zit in mijn hoofd met zaterdag. Ik weet ook niet waarom. Maar hoor, dat komt zeker. Sorry. Nee. Ik heb gisteren dan waarschijnlijk al gezegd dat... Ja, dat heb ik al verteld. Nou, zondag vandaag. Misschien kun je zondag even opnieuw opnemen. Want je hebt nu heel veel gezegd zonder iets te zeggen. Het is vandaag zondag. Wij zijn onderweg naar de manege toe. Ik heb net de live chat gedaan. Daarna hebben we middag gegeten en nu gaan we naar stal toe. Ik ga Boris rijden en Boris samen met Chino loszetten. Blondie in de stapmolen zetten. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga Roodje rijden. Die kan daarna uitstappen samen met Blondie. Anders is Blondie alleen. Dat vindt ze net zo leuk. En meer ga ik vanmorgen even gewerkt. Ik denk dat ik vanmiddag even iets aan de was ga doen, want het staat op het plafond zo ongeveer. En, en Rick die is weer thuis gekomen en na een wat langere tijd, dus ik ga even de tijd met Rick besteden. Oh. Mama gaat gas geven. Nee, moet je vertellen dat je een oefening gekregen hebt. Ik heb van Roos Thijs een oefening gekregen dat ik goed rechtop moet blijven zitten in de auto, ook als mama gas geeft. Dus dan niet naar achter toe te gaan, maar gewoon rechtop te blijven zitten. En meezitten. Meezitten. Wel iedere snelheid die verplicht is. Ik trek alleen sneller op. Ja. Dus normaal doe ik altijd heel langzaam optrekken. En nu doe ik heel snel optrekken. In één keer. En dan moet je meezitten met de beweging. Ja. Ik heb wel het voordeel dat deze auto heel stabiel is, waardoor ik het minder erg voel. Maar ja, ik dacht ik ga van mijn hoofd filmen, want mijn hoofd ziet er meestal echt uit. Halleluja! Oh, hij filmde nog niet door. Dat was jammer. Ik zit inmiddels op Boris en we zijn afgekeerd in Indonesië. Er staan hier balkjes en sprongen. Ik heb de balkjes neergelegd. En met anders de sprongen. En ik ga met Boris balkjes graven. En misschien wel weer grondjes in te kijken. En ik ga kijken. Nou, dan mag je al beginnen met je benen. En recht zitten. Nee, je moest je voeten beter in de beugel en je hak iets naar buiten draaien moest je. Naar buiten, ja! Daar word ik dan wel weer blij van. Een kind keert je gewoon recht in de plaats van als pieplankhuis. En dan. Nou, zit je al recht? Ja. Not really. Oké,
klein spruisje, zo, een klein kruisje gesprongen. Vrouw gaat nu uitstappen met Blondie, want die is vrij vandaag, dus die mag in de molen. Volgens mij heb ze jeuk. En Tess is nog even met Boris en Caruso bezig. Ik weet het, en Panini, ik weet het verder ook niet. Maar dat horen jullie straks wel. Ik zit inmiddels op Verona. Ik heb best lang gestapt en het regent nu. Ik heb ook al stukjes gegalopeerd. Ik ben nu aan het wachten tot het weer kaart gaat regenen. Ga ik een regen TikTok opnemen. Nou, je ziet het wel regenen, maar niet heel erg. Ik heb een lange jas aan, omdat ik het anders koud krijg of nat wordt. En daar heb ik geen zin in. Kijk, misschien zie je de regen nu wel. Oh, ja. Rain on me, soon on me. Ja, precies dat. Er zijn nu allemaal waterdruppels op mijn telefoon. Ja, het begint weer te regenen, dus ik ga een TikTok maken. Die hebben jullie als goed is al gezien op mijn TikTok pagina. Want ik ga hem volgens mij woensdag of ik ga hem dinsdag online zetten. Ja, het is vandaag dinsdag. Dus even kijken. Ook zit inmiddels in de auto. Ik ben een soort van droog overgekomen. De TikTok is gelukt. Wij zijn nu onderweg naar huis toe. Gaan we even avond eten in bad en naar bed. Want ik ben best wel moe nu. Dan zie ik jullie morgen weer. Morgen is het woensdag. En stap. Let op. Galop. Goed zo, jongen. Brave knul. Braaf. Voorwaarts. Goed. Voorwaarts. En nou, jeugdige iets. Dan gaat het gelijk galopperen. Nou ja, eigenlijk moet ik het er nu terugroepen, maar ach. Ons Quincy is wel beter voor een paard, maar Faroon en ik zijn allebei oud. Dus we hoeven niet zoveel meer. 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 Kom maar. Ga eens door. Kom. Hop, 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 hop. Oké, dat is iets te enthousiast. Kom maar. En meer. Kom maar. En rustig. Braaf. Goed zo. En nu de andere kant. Goed zo, paard. Een beetje meer. Kom maar. Meer, meer, kom. Kom, hop, hop, hop. Juist, goed zo. Even de beentjes optillen. Ik ook mijn benen optillen. Goed zo, kom maar. Goed zo, vrouwtje. En let op, ga op. Goed zo. Er zijn allemaal groene dingetjes in beeld. Ik weet niet wat het is. Braaf hoor, en meer, kom maar. Hop, hop, kom. Het is vandaag vrijdag. Ik ben hier samen met Blondie. Dat is vandaag de laatste dag van de week. Ik ben heel enthousiast aan het doen. Ik ben echt bang dat iemand binnenkomt. Maar dat komt wel goed. Ik heb een cap op, want ik ga zo Boris rijden. Blondie heeft vandaag vrij. Vrouwtje, die wordt vandaag gelogeerd. Ik hoop dat mijn moeder daar een klein stukje van heeft gefilmd. En anders, ja, dan niet. Ik ga nu Blondie en Vrona in de molen zetten. Dat Vrona alvast kan instappen. En dat Blondie ook even wat beweging heeft gehad vandaag. Dan ga ik Boris opzadelen en rijden. Ik ga in de les, dus daar kan ik niets van filmen. Dus alvast spijt me. Ik ga nu heel snel paardjes in de molen zetten. Boris zadelen. Dan zie ik jullie zo. Les gegeven. Dat ging echt super goed. Echt heel goed. Ik ben echt super trots op hem. Ik heb het laatste stukje ook nog even zonder zadel gereden. Samen met Kleik. Dus dat was wel heel erg leuk. Blondie en Vroontje staan weer in de stapmolen samen. Morgen is er een nieuwe dag. Nieuwe kansen. Nee, morgen is een nieuwe dag. Mag er een. Ik heb Blondie en Vroontje uit de stapmolen gehad. Licht uitgezet. Ik ga nu Boris en Tino uit de stapmolen zo uit het paddock halen. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal. Ik klik op belletje als je toch bezig bent.
En zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doeg! Zie je, zeg je ook doei?